Welkom bij de Guyot-vlog. Zo net liep ik hier door de straat. Ik zag de huizen. Dat zag er goed uit. Nou ben ik in zo'n huis. En ik heb een gesprek met Marlie. Zij gaat vertellen wat het wonen hier inhoudt. En ik heb een aantal vragen. Kun je iets over jezelf zeggen? Nou, mijn naam is Marlie Verhoom. En ik ben teamleider hier op het verblijf wonen. Oké. Kun je iets vertellen over wat het wonen hier inhoudt? Hoe je hier kunt wonen? Hoeveel mensen wonen hier? Nou, we hebben hier 8 verschillende groepen met maximaal 6 leerlingen die hier verblijven. En we zijn geopend van maandagmiddag tot vrijdagochtend. Oké. Zijn er ook groepsleiders bij? Ja, iedere dag zijn groepsleiders aanwezig. En die groepsleiders die werken ook heel nauw samen met de school die in Haarlem is. Oké, ja. Dus het verblijf betekent dat mensen hier kunnen zijn. Maar hoe zit dat met de indicaties? De indicatie heeft de naam OCW. En dat is een indicatie die betaald wordt op het onderwijs. Dus een indicatie, daar kom je mee binnen. En ouders, moeten die een eigen bijdrage betalen? Nee, ouders hoeven niks te betalen om hun kind hier te laten wonen of verblijven. Oh, mooi. Prachtig, dus geen eigen bijdrage voor ouders. Duidelijk. Ik ben ook nieuwsgierig naar de Kamerleden die een paar jaar geleden ergens een besluit over hebben genomen. Wat was dat precies? Nou, ze hebben besloten dat we hier open mogen blijven. Zolang het nodig is. Oké, duidelijk. Mooi. Dus dit mag blijven bestaan. Prachtig. Misschien zijn er ouders die meer willen weten over hoe ze zich kunnen aanmelden of hoe zo'n huis er van binnen uitziet. Die zijn welkom op de open dag. Dan kunnen ze komen kijken. Over een tijdje zal ik een volgende vlog hebben en dan heb ik een interview met jongeren. Bedankt voor het kijken. Doei!